het gezonde. Het nieuws vanuit Texel. Marije, waar begeven we ons nu? De Texelse Veerhaven. Oh, en waar gaan we naartoe? Kijk, om dit. Oh, als dat niet in de bus was. Daar wil ik even een kort iemand verhaaltje. Een spekkie? Oké, vertel daar iets over. Zoals men weet, wordt er wel eens met videobewaking schuils in bussen. En dan zie je jezelf wel op het scherm. Zo ook wij. Ja. En Marloes komt niet zo goed met al die aandacht te wachten. Het is gewoon een komiekje is het. Zak over de hoofd doen. Downy faces. Wat meer. Ja, weet je wat het punt is? Je denkt nog meer. Ja. Zwaaien. Ik denk alsof ik een snor had. Ik kan het. Ik zal de moves nadoen. Wacht. Doe je het uit. Doe de moves even na. Oké, dit was er één. Voor de camera's, hè. Iedereen in de hele bus kan het. En maar de mooiste was een zak over het hoofd en dat kan ik even niet aan. Nee, je hebt geen zak, hè? Nee. Is het altijd voor het weerbericht? Ja, die doe jij. Oké. Okay. Eerst, je moet wel je eigen naam zeggen, trouwens. Dag, mensen. Ik ben... Hey, Marloes, geneer je nu ook dat er andere mensen naar je tot kijken? Tijd. Ik ben Marloes Vemmer. En ik doe vandaag het weerbericht vanaf Texel. Ik zal even de lucht filmen. Ja. Misschien zegt dat al heel veel. Meer dan 1000 woorden. Maar ik wil er nog even toevoegen dat het dus echt ruk is. Rukwind. En regen. Ruk. Je bent nat op plaats dat je dacht dat je nooit wat zou kunnen vinden. Wat is dit voor weerbericht? Oh, 18 plus. De fantasie ging even met me aan de loop. Maar nu is het een graad 8, 9, windkracht 11. Oh kijk, er vliegt een. Ah nee, maar en Tezo. Verder wil ik nog iets over Tezo zeggen. Tezo is de maatschappij, de boot. Daarmee vliegen. En vast in your seatbelt. Ik kijk hem vast hoor, want dit wordt een wilde tocht. We hebben altijd nog de reddingsboeien. Texelse eventuele snelheidsorganisatie. Eventueel. Ja. Want waarschijnlijk zijn we staat in Helden, waardoor we dan natuurlijk de bus missen, de trein missen. Ja, want waar gaan wij nu nog heen? Vanaf hier? We gaan eerst naar Den Helden. Van Den Helden gaan we naar Den Hoeven. Van Den Hoeven door naar Leeuwarden. En vanuit Leeuwarden nemen wij de Intercity naar Steenwijk. Hebben we nog iets over het weer? Was er nog iets meer met het weer? Nee, droevig zou ik het omschrijven. Ik wilde eigenlijk wel eventjes aan toevoegen. Dat je dronken bent, zeker. Dat ik nog geen druppel alcohol heb gehad vandaag. Dat is ook niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. En dat ik een Texelse vriendin heb ontmoet. Met blauwe mascara. Ze zit toch niet vlak achter me of zo? Nee. Nou, verder hopen we dat het Vesteland een stuk beter weer is. Dat jullie vandaag nog geen regen hebben gehad. En dat morgen het zonnetje verschijnt. Wat is je afscheidsgroet dan? Op zijn Texels? Op zijn Texels. Wacht, dan moet ik nog even iets laten zien. En dan dit Texels. Ja. Tot de volgende keer weer. Ruik er nu nog even aan. Godverdamme. Ze stinken fucking hard naar schaap. Gegroet. We zijn vertrokken trouwens. Dat is het eindbeeld. Oh ja. Tezo die uit beeld verdwijnt. Moet je wel veel geduld hebben. Ik maak er even een geluid bij dat het nog nadrukkelijk... Een spekkie? Je bent zelf een speklap. Doei. Nee, doe een shot van het eiland.